Ja, en het is nou best wel rustig en ja, wat moeten we eigenlijk doen? Ik moet nog heel veel dingen doen, ook voor morgen nog. Zoals jullie zien, is het nu nog niet opgemaakt, maar dadelijk. En ik ben benieuwd wat de privékok ons voorschotelt, maar het zal goed zijn. We houden jullie op de hoogte. En dan is de privékok aanwezig en dan wordt de tafel gewoon opgemaakt. Beetje reclame voor jezelf maken, Andy? Kok aan huis, hè? Kok aan huis? Kok aan huis, ja. Ontlast, ontzorgd. Lekker aan tafel, restaurant aan huis, noem ik het ook wel. Nou, dan ga ik me ook zo even aankleden, want we moeten dadelijk wel netjes aan tafel. Ja. En dan gaan we jullie na afloop laten weten hoe het is geweest. En we gaan natuurlijk tijdens het eten ook shots maken. En dan gaan jullie zien hoe gezellig het wordt. En dan morgenavond natuurlijk een feest en dat gaan we ook even vloggen. Oké, de mooie boys die zijn al aanwezig. Kijk, wat is dit? Hij is niet zuiver. Ja, hij is niet zuiver. Hoe kan dat nou? Wacht even. Bij linkermes gaat die blur zo. Nee. Maar mij pakt hij die toch niet? Ja, dat bedoel ik. Hij pakt hij jou wel, maar misschien... Oké, en dan hebben we ons aangekleed voor een kerstdiner. Ja, dat hoort op mijn top. Zoals ze dadelijk allemaal gaan filmen die aan tafel zitten. Echt leuk. Voor de clip. Ja. We gaan het dadelijk even op Insta zetten, maar dit is het begin van het diner. Ja, precies, het een van de. We hadden net geproost. Doen jullie dat ook even voor mij even? Dat was even bij de beste kijkers. Hij zegt, hij zegt, Oké, eet smaak. Jongens, we gaan even luisteren wat Andy geserveerd heeft voor ons. Yes. We beginnen vandaag met een tartaar van kalslende. Bovenop wat pâte negra. Een kwartje van zuurdesem. Dus een klein beetje avocado zit erbij. En salsa van parmezaanse kaas en eitjes. Glazeerde kokkies met wat schaaldierenschuim, een pureetje van wortel en met wat gebakken romanesca en wat curry erin. Oestersnootjes. Klinkt goed. Ik zou zeggen, dig in! En dat gaan we doen. Wat ben jij ervan? Ja, toch? We zijn een kipje aan het schieten en ja, dat lukt aardig. Van het Black Angus rund, daaronder wat stoofvlees, gemaakt van het staartstuk.
gratinnetjes van bataataardappel, purees van pastinaak met gebakken koningsboleet en rooi wijnje. Tijdens het diner wordt er gediscussieerd over een partij die morgen plaats gaat vinden. En morgen ga ik weer volgen, want er wordt hier een verjaardag gehouden. En we gaan ook de wedstrijd van Badder kijken. En dan gaan we met z'n allen naar beginnen. De helft is voor Badder en de helft is voor Rico. Ik zeg altijd, may the best of a man win. Dus we gaan het zien. Hij gaat eigenlijk al top zitten. Hij is nog wel zo. Nou, dit is wel leuk gezellig.